hier, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 34. En dat is van maandag 21 augustus tot en met zondag 27 augustus. De kaarten schudden om te kijken wat deze week voor de stier gaat brengen. Lijkt het stier dat op deze week een week is waarin er actie is. Actie lijkt het op werkgebied, ondernemingsgebied. Het kan zomaar zijn dat er een nieuw stukje gaat beginnen wat je zelf heel erg bezighoudt, waar je zelf heel erg mee aan de slag wil. En wat ook een stukje is dat je echt voor jezelf gaat ondernemen. Het is dus echt een stukje op zelfonderzoek uitgaan, in beweging en je wordt er heel erg blij en vrolijk van. Je bent ook echt de kar aan het trekken, zeg maar, deze week. En ik heb het idee dat je daar zeker ook herinneringen uit het verleden meeneemt. Maar vooral het stukje nieuw naar de toekomst toe, bepaalde zaken aanpakken. Het lijkt je echt wat te gaan brengen. En je lijkt er ook heel erg enthousiast van worden om te weten waar je nu eigenlijk staat. Het lijkt een beetje alsof je dingen eigenlijk zelf persoonlijk wil veranderen en daar gewoon heel erg veel energie in stopt en daardoor best wel hele grote dingen voor elkaar kunt krijgen. En dat geeft dan weer een enorme boost om daar in ieder geval mee verder te gaan. Dit is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je van hebt gevonden en ik wens je sowieso een super fijne week.